Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie mijn gelezen boeken bespreken van september. Ik vind het altijd toch wel leuk om te doen. Ook omdat je misschien deze tijd toch wat meer wil gaan lezen. Nu je wat minder kan. En ja, wie weet kom je een boek tegen waarvan je denkt, het spreekt me aan. Ik ga in ieder geval vertellen welke boeken ik heb gelezen van de maand september en wat ik daarvan vond en of ik ze zou kunnen aanraden. Dus mocht je hier benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Het eerste boek wat ik las, dat is Droom van Audrey Cardan. Deze komt uit de Mannen van de Wereld reeks. Ik heb hier al meerdere boeken van gereviewd en dit was boek nummer 4. Dit keer moesten Park en Royce en Bo afreizen naar Londen. In Londen daar is een schrijfster en die is eigenlijk een beetje haar inspiratie kwijt. Ze weet niet meer zo goed hoe ze verder moet. Ze heeft een welbekende writer's block. Nou is het zo dat de vriendin van Parker heel erg weg is van deze schrijfster en eigenlijk ook graag meegaat op deze reis. Dus ze besluiten om samen af te reizen naar deze schrijfster. En eigenlijk ziet die schrijfster haar wel een beetje als muze. Helemaal omdat er ook een plan is om dat boek te gaan verfilmen waarin zij dan eventueel een hoofdrol kan spelen. De vriendin van Bo die is... Parker bedoel ik, is actrice. Nou, ze gaan hier heen en ze bedenken een hele strategie. En ja, dat ze toch wat meer publiciteit moet opzoeken. Waardoor ze eigenlijk ook een soort bijeenkomst organiseren. Waar dus fans op af kunnen komen. Waarin zij toch wat meer van haar andere boeken kan promoten. In de hoop dat ze weer wat meer energie krijgt. Omdat ze heel erg onzeker is of mensen haar boeken wel leuk vinden. Dit loopt eigenlijk heel erg goed. Want er komen heel veel fans op af. En ja, ze vinden ten eerste instantie best wel een beetje... Ze vinden het best wel een beetje eng. Maar al snel wordt ze toch wel heel erg blij van. En krijgt ze toch weer een soort van haar energie terug. Waardoor ze dit boek toch kan afschrijven. Helemaal omdat ze dan toch Parker en zijn vriendin een beetje als hoofdpersonen kan gaan zien. Waardoor zij een heel verhaal ziet. En dat was wel ja, gewoon heel mooi om te zien hoe ze dan toch kunnen helpen met iemand die een writer's block heeft. En die daar toch weer uitkomt. Er lag in eerste instantie ook best wel veel druk op deze schrijfster. Omdat fans willen snel een nieuw boek. Maar dat lukt uiteindelijk dan ook. Ook gaan ze naar Berlijn. In Berlijn hebben ze een heel veel eisende klus. Maar gelukkig houden de mannen wel van een uitdaging. Het vervelende is dat ik eigenlijk niet meer weet wat ze nou in Berlijn moesten doen. Wie ze moesten helpen. Ik weet wel dat het heel heftig was en dat het dus spanning heeft veroorzaakt tussen Parker en zijn vriendin. Maar ik weet dus niet meer wat deze klus was. Maar misschien is dat ook wel leuk voor jullie dat je niet gelijk weet wat ze daar moesten gaan doen. In ieder geval, ik vind dit echt een hele toffe boekenreeks. Ik weet dat er nog twee boeken te wachten staan. En ik hoop heel erg dat deze gewoon vrij snel uitkomen. Want ik heb echt wel zin om deze hele boekenreeks uit te lezen. Ik vind sowieso Audrey Cardan echt een hele goede schrijfster. Ik heb al veel boeken van haar gelezen. En ik vind ze gewoon echt heel erg leuk. Dus ja, ik kan deze reeks zeker aanraden. Sorry dat ik je niet meer kan vertellen over de klus in Berlijn. Maar dat is dus een beetje ingewikkeld. En mijn geheugen heeft hem niet meer helemaal helder. Dus sorry daarvoor. Maar desondanks kan ik je deze boekenreeks zeker heel erg aanraden. Het volgende boek wat ik heb gelezen komt uit de Voor Eeuwig reeks. En dit is ook boek nummer 4. Dit boek heet Jouw Hebben is Niet Genoeg. Dit is geschreven door E.L. Todd. Ook dit vind ik een hele goede schrijfster. Ik heb hier ook al meer boeken van besproken. In dit deel
zijn de studenten eigenlijk een beetje toe aan het einde van het schooljaar wat een beetje nadert, waardoor ze dus keuzes moeten gaan maken. Kaisen's droom is eigenlijk al jarenlang om arts te worden en hij heeft zich dan ook bij diverse faculteiten ingeschreven. En de faculteit van zijn dromen, die heeft hem ook eigenlijk aangenomen. Hij wil heel graag ook voor Artsen zonder Grenzen gaan werken. En ja, dat kan daar gebeuren op die school. Alleen hij houdt dit verborgen, want eigenlijk alleen Sleet weet hiervan. Omdat deze faculteit, die ligt gewoon best wel ver bij zijn vriendin vandaan. En hij wil gewoon eigenlijk daar niet heen gaan, omdat hij echt zijn leven wil delen met Sky. Dus hij worstelt er eigenlijk heel erg mee. Ze zijn ook wel naar die faculteit toe geweest. Maar ja, het is voor hem gewoon niet de ideale situatie. Want er is nog een school waar hij zich had ingeschreven. Daar is hij dus niet voor aangenomen. Dus eigenlijk heeft hij zoiets van, nou weet je, ik ga gewoon een jaartje werken en dan ga ik daarna, na dat jaar ga ik me gewoon opnieuw inschrijven bij die faculteit. Sleet die gedraagt zich inmiddels heel eigenaardig en dat vindt Kaisen eigenlijk best wel heel erg verdacht. Hij stelt vragen over wat je kan doen met een date en hoe je een vrouw kan verrassen. En Kaisen heeft zoiets van, waarom vraag je die dingen? Dus hij is er echt van overtuigd dat hij een vriendin heeft. En Sleet ontkent dit steeds en Kaisen raakt hierdoor heel erg gekwetst. Waardoor ze op een gegeven moment zelfs denken dat hij op mannen valt. Want waarom zou hij het verborgen willen houden? Kaisen en Sky die gaan op een gegeven moment gaan ze Sleet volgen. En dan komen ze erachter dat hij steeds bij Trinity belandt. Dat vinden ze toch wel heel erg gek, want hij blijft er heel erg lang en het gebeurt keer op keer. Waardoor voor hun eigenlijk een conclusie is getrokken dat hun wel eens wat met elkaar zouden kunnen hebben. Ook Trinity die houdt haar relatie met Sleet geheim. Maar dan gaat Sky haar koppelen voor een date aan een vriend. En ze kan het aanbod eigenlijk niet afwijzen, omdat ze anders te veel illusie wekt dat ze dus al iemand heeft. Sleet vindt het natuurlijk helemaal niet leuk, want hij is helemaal gek van jaloezie en hij weigert ook om Trinity op die date te laten gaan. Trinity beseft echt wel dat ze die schijn moet ophouden en dit gewoon moet doen. Alleen, terwijl hun op date zijn, zij is uit eten met een man, duikt Sleet ineens op. En hij gaat heel veel vragen stellen aan de man waar Trinity mee op date is. Vandaar dat ook die conclusie is gekomen dat ze dachten dat hij op mannen viel. Roland die voelt zich heel erg schuldig tegenover Jasmine. Want hij heeft zijn jeugdvriend verraden. Want Kaisen heeft een tijdje wat gehad met Jasmine. Het was eigenlijk niet op liefdesgebied. Het was gewoon puur lichamelijk, zeg maar. En Roland die heeft zich op een avond laten gaan. Ze hadden allebei wat gedronken, Jasmine en hij. En ze zijn dus samen in een bed beland. En hij voelt zich daar best wel vervelend over. Zowel tegen Jasmine als tegenover Kaisen. Maar hij voelt zich steeds slechter door de manier waarop hij Jasmine heeft behandeld. En hij wil het ook heel graag goed maken. En ze besluit om op een echte date te gaan. De ouders van Sky die zijn op een gegeven moment zoveel jaar getrouwd. Of die gaan hun huwelijk overdoen. En de spanning tussen Kaisen en Roland is heel erg te snijden. Omdat ze weten dat... Kaisen die weet dus dat Roland wat met Jasmine heeft gedaan. En hij kan zich daar niet overheen zetten. En dat mondt zich best wel uit in een hele grote explosie. Het komt uiteindelijk wel goed, maar het heeft wel heel veel voeten in de aarde. Ik weet ook dat hier nog twee boeken van zijn, als het goed is. En ook deze kan ik niet wachten tot deze uitkomen, want ik ben heel erg benieuwd hoe deze reeks verder gaat. Ik heb inmiddels boek 5 al gelezen, dus ik wacht met smart op de volgende boeken. Maar ook de boeken van E.L. Todd zijn zeker aanraders. Het volgende boek wat ik las was van Natasha Madison en dit is deel 3, Flirten met de buurman. Dit boek gaat over Elian. En
Zij heeft jaren geleden, heeft zij als tiener is ze een cruise gaan maken en daar is het een en ander gebeurd. Na die cruise kwam zij dus zwanger thuis en ja, ze was nog super jong. Haar ouders waren er ook niet heel erg blij mee. Maar ze heeft ervoor gekozen om het kindje te houden en ze is dan een paar jaar naar Parijs verhuisd om een hele nieuwe start te maken. Na 6 jaar vindt ze het welletjes geweest en komt zij terug uit Parijs. Ze wist wel de naam van de vader van haar zoon, maar ze hebben er toen bewust voor gekozen toen ze wisten dat ze verder wilden gaan op die cruise om geen nummers uit te wisselen en geen achternamen. Voornaam was genoeg voor hun. Luca, de vader van haar zoon, die werkt bij een bedrijf en die houden een welkomstfeestje voor de dochter van zijn baas die terug thuis is gekomen. En het is de bedoeling dat alle werknemers hun gezicht laten zien. Eigenlijk heeft hij er helemaal geen zin in en heeft hij zoiets, nou ik ga er gewoon even heen, ik laat mijn gezicht zien, ik maak een praatje en ik ga weer naar huis. Totdat hij de dochter van zijn baas ziet. En ziet er eigenlijk iets heel bekends in. En hij herkent eigenlijk gelijk het meisje van die cruise. Ook haar zoontje komt erbij staan en die lijkt als 2 druppels water op Luca. Hij confronteert haar eigenlijk ook gelijk met het feit van is hij mijn zoon? Ze ontkent het ook niet. En op dat moment, omdat het een feestje is, kunnen ze niet echt met elkaar praten. Dus ze besluiten nummers uit te wisselen. Want ze willen gewoon echt daar toch wel over praten. Inmiddels heeft Luca een nieuwe buurvrouw gekregen. Ja, en dat is niemand minder dan Elaya. En ja, dat is natuurlijk eerst heel ongemakkelijk. En vooral nu hij erachter is gekomen dat hij een zoon heeft. Hij is wel vastbesloten om er voor die jongen te zijn. Dus hij dringt er ook eigenlijk ook wel op aan om te vertellen dat hij de vader is van die jongen. Dus dat doen ze ook eigenlijk wel vrij snel en die jongen is helemaal blij. En dan moeten ze het ook aan de vader van Elaya gaan vertellen, oftewel Luca's baas. Ook dat doen ze. Ze zijn in eerste instantie is hij er ook niet blij mee, maar Luca geeft gelijk aan, ik wil er voor mijn kind zijn. Ik heb al zoveel jaren gemist. Ik wist niet dat zij zwanger was en als ik dat had geweten was ik er ook voor mijn kind geweest. Langzaam maar beetje beginnen ook Elaya en Luca weer wat meer naar elkaar toe te groeien helemaal, omdat die jongen is ook helemaal blij en het gaat in eerste instantie op school niet helemaal goed en dan grijpen ze ook eigenlijk met z'n tweeën wel in. Ze merken allebei dat er nog aantrekkingskracht is, maar ze willen het ook niet gelijk toegeven. Vooral Elaya niet, omdat ze toch wel bang is om de relatie van 2 ouders te verpesten. Voor als het niet zou werken, dat dat voor hun zoon een probleem zou vormen. Luca richt ook gelijk een kinderkamer in voor het jongetje. Mag nieuwe meubels uitzoeken. Hartstikke schattig, hartstikke leuk. En hij vraagt ook steeds, mag ik met papa slapen? En Elaya die logeert daar eigenlijk ook steeds vaker. Dus eigenlijk is het gewoon een heel erg mooi boek. Goed geschreven. Ik vind het ook heel erg leuk dat Luca er voor zijn zoon wil zijn. En dat ze uiteindelijk dan toch het weer willen proberen om samen te komen. Omdat er dan toch blijkt dat er na al die jaren echt wel liefde is verborgen. Dat vond ik heel erg leuk aan dit boek. En ik vind dit boek ook echt... ja, superleuk. Ik zei trouwens Elaya, maar volgens mij is het Elian, hoe ze heten. Ik vind de naam is een beetje ingewikkeld. Het is natuurlijk een boek wat eigenlijk in het Engels is, maar is vertaald naar het Nederlands. Dus die namen komen soms niet helemaal overeen. Dit boek is ook zeker een aanrader. Het volgende boek wat ik las, dat is De Tweede Verleiding. En dit is een boek van Rodé Franke. In de eerste reeks... is Jessica eigenlijk een beetje gek geworden op Chris. Ze hebben een heel avontuur beleefd en zij probeert nu toch het avontuur uit haar hoofd te zetten, want ze hoort heel weinig van Chris. Dan, ze heeft ook iemand waar ze regelmatig gezelligheid mee heeft, dat is Arjan. En die geeft haar afleiding, ook haar werk geeft haar voldoende afleiding. Dus wat dat betreft kan ze eigenlijk wel... voldoende afleiding vinden om Chris uit haar hoofd te zetten.
Alleen dan vertelt een collega van haar, Carlijn, dat hun baas grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond. En hun baas is Maurice en ik merkte in het eerste deel al wel dat hij inderdaad wat rare toespelingen maakte, ook naar Jessica toe. En bij Carlijn is hij nog een tandje verder gegaan. Dus Carlijn die wil heel graag lunchen met Jessica om hierover te spreken in de hoop dat Jessica haar misschien kan helpen. Omdat Jessica ook het een en het ander al heeft meegemaakt met haar baas, besluiten ze dan toch ook om hier wel werk van te gaan maken. Ja, ze gaan hier een zaak tegen aanspannen. Inmiddels gaat Jessica ook een keer stappen met haar vriendin Eva in Amsterdam. En in Paradiso, de club waar ze uitgaan, komt ze Chris tegen. Want hij werkt daar ook als barman. En hij kijkt haar weer heel verleidelijk aan. Ook geeft hij Jessica zijn nummer. En Jessica kan eigenlijk de verleiding niet weerstaan om toch hem een berichtje te sturen. En eigenlijk spreken ze ook vrij snel af en gebeuren er toch weer allerlei dingen waardoor Jessica toch steeds het idee heeft dat ze Chris gewoon heel erg leuk vindt. Maar Chris die is mysterieus, is afwachtend, ze weet niet eens waar die woont. Dus ze komt eigenlijk veel te weinig te weten over Chris. En ja, dat zorgt wel een beetje voor complicaties in hun contact, zeg maar. Ik vond dit een heel leuk boek. Ik heb inmiddels het laatste boek ook gelezen. Het enige wat ik heel jammer vind is dat het echt hele korte boeken zijn. Want het zijn boeken van een bladzijde op 109. Daar ben je zo doorheen. En voor mij had dit verhaal best wel langer mogen duren. Of ze hadden de drie boeken in één kunnen bundelen. Want dan had je gewoon het verhaal in één keer gehad. Ik denk dat dat misschien nog wel het leukste was geweest. Maar als je een beetje van korte verhalen houdt en ook wel een beetje van humor, zijn dit wel boeken die ik zou kunnen aanspreken. Dan las ik een boek wat echt een heel kort verhaal is. En dit boek heet Outdated en is van Petra Kruid. Dit verhaal gaat over Stephanie die helemaal klaar is met daten. Ze heeft zoveel ontelbare mislukte dates gehad dat ze er gewoon echt helemaal klaar mee is. Als een collega een neef heeft die het, diegene aan Stephanie wil koppelen, gaat ze er toch mee in om tijdens een etentje elkaar beter te leren kennen. Alleen ze komt erachter dat haar date, die Ivar heet, heel erg nog in de liefde gelooft. En gewoon ja, er veel opener in staat dan Stephanie zelf. Omdat het voor haar wel heel erg klaar is. Ze gaat dan toch uitzoeken of zij ook de liefde terug zou kunnen vinden. En of het voor haar toch is weggelegd. Meer kan ik je eigenlijk niet over dit boek vertellen, omdat dit boek echt zo kort was. Volgens mij was het een boek van 50 bladzijden. Ik vind dit soort boeken vaak, het leest wel lekker weg, maar ik heb liever een boek waar een heel verhaal in zit. Ondanks dat ik het op zich wel vermakelijk vond, is het niet waarvan ik een boek zeg van nou, ik raad hem je direct aan. Omdat er voor mij gewoon niet veel diepgang in zat. En dat vind ik toch wel fijn bij een boek, als een boek mij echt raakt. En dat heeft dit boek dus niet gedaan. Dus vandaar dat hij voor mij iets minder was. Ik vond het leuk, maar dat is het ook. Ik was niet laaiend enthousiast, zeg maar. Het volgende boek wat ik lees komt uit de Friends for Life serie. Dit is deel 1 en dit boek heet Emotionele Eigenzinnigheid. Het is geschreven door Miranda Hillers. Het leuke is dat deze boeken weer aansluiten op eerdere boeken die zij heeft geschreven. Dit gaat dan om de kinderen van de hoofdpersonen uit de vorige boeken. Cleo die verheugt zich heel erg op het nieuwe schooljaar. Ze zou een geweldige tijd tegemoet gaan met haar vriendin Zelda. Ook hun broers en eigenlijk ja, al hun vrienden zijn toegelaten op hetzelfde college. En ze vormen eigenlijk met z'n zessen een hele hechte club. Alleen toen begon alle ellende, want Lennox, dat is een beetje een opstandige jongen, die vindt Cleo, ze voelen wel wat voor elkaar, maar ze kunnen elkaar ook heel erg
uit de tent bokken en onwijze ruzie krijgen. Als kind zijnde konden ze best wel goed met elkaar. Alleen Lennox heeft wat vreemd gedrag. Hij zet zich ook heel erg af tegen zijn vader. Hij vindt het maar een nietsnut. En zijn vader is Dex en die zingt in een rockband. En die is heel veel van huis, waardoor Lennox eigenlijk het idee heeft dat zijn vader er totaal niet is. Lennox wil eigenlijk heel veel van Cleo. Hij wil eigenlijk gewoon meer met haar. Alleen hij weet ook dat het verboden terrein is, omdat het een zus is van een van zijn beste vrienden. En Kian die beschermt zijn zusje heel erg. Ik vind Lennox ook een beetje vervelend. Hij kan Cleo heel erg het bloed onder de nagels vandaan halen. En dat vond ik ook een beetje het vreemde. Kian thuis hebben ze een heel sporthok, zeg maar. En als hun jongens willen sporten, mag Cleo daar niet komen. Omdat zij en Lennox dus niet samen goed gaan. Want er is wat op school voorgevallen. Lennox die wil steeds de aandacht van Cleo en Cleo is er op een gegeven moment een beetje klaar mee. Dan hebben ze een belangrijke toets en dan wordt Cleo eigenlijk uitgedaagd door Lennox omdat hij haar rekenmachine steelt en zij heeft die op dat moment nodig. Waardoor zij die toets niet kan maken en dit komt tot een handgemeen waardoor ze eigenlijk beginnen te schreeuwen en eigenlijk uithalen tegen elkaar. Zowel Lennox en Cleo moeten allebei op het matje komen bij de conciërge. En Cleo die wordt dan voor een week lang of twee weken lang geschorst. En dat heeft zij nog nooit meegemaakt. En het wordt haar heel erg kwalijk genomen dat zij dus Lennox heeft geslagen. Dit lijkt allemaal veel erger te zijn dan dat het uiteindelijk is. Alleen dan gebeurt er nog wat anders. En dat zal ik je zo vertellen in het tweede deel. Het laatste boek wat ik dan ook las, zal je niet verbazen, maar dat is dus het tweede deel uit de Friends for Life serie. En deze heet Enerverende Escalatie, geschreven door Miranda Hillers. Nadat Cleo dus zo is uitgevallen naar Lennox toe, is hun band ook heel erg veranderd. Lennox komt op een gegeven moment thuis en die zit helemaal onder de blauwe plekken. Alleen wat er gebeurd is dat Lennox is aangevallen door een van andere jongens, alleen hij weet niet wie het is gedaan. De vader van Cleo kon met Cleo dus ook verhaal halen van wat er is gebeurd. En dan zien ze Lennox en dan zien ze dus dat hij er heel slecht aan toe is. Waardoor de vader van Cleo ook direct zegt, nou dit is wel eens even wat anders dan alleen een klap uitdelen. Cleo denkt gelijk dat de vader van Lennox hem zo heeft toegetakeld, wat absoluut niet het geval is. Alleen Lennox is heel gesloten en praat niet heel veel. Hij sluit zich ook heel erg af voor zijn vriendengroep. Hij zit samen met zijn vriendengroep ook in een geheime club, waardoor ze dus 's avonds laat op pad moeten en dan moeten ze bepaalde dingen gaan vinden. Het is allemaal heel mysterieus. Maar je merkt gewoon dat de band gewoon totaal niet goed is. In het tweede deel komen ze toch wel weer wat dichter bij elkaar. Omdat ze toch wel wat meer weer met elkaar te maken krijgen. Alleen, het is gewoon allemaal heel lastig. Cleo die krijgt op een gegeven moment, mag ze ook gaan scooterrijden. En dan mag zij een rondje gaan maken. En ze komen uit bij de voetbalvereniging waar de jongens altijd spelen. Daar komt het eigenlijk weer tot een hele grote escalatie waardoor Cleo alleen naar huis toe gaat. Dit wordt Lennox weer niet in dank afgenomen, want zij zou haar begeleiden. En waardoor er eigenlijk een heel groot conflict ook staat tussen de vriendengroep. Dit komt uiteindelijk wel goed, maar door de gebeurtenissen ligt er wel een hele grote druk op. Ik weet dat er ook nog volgens mij een deel 3 is. Ik weet niet. Ik kan even kijken.
Ja, ik vond deze boekenreeks wel heel mooi. Ik moest wel heel erg terug nadenken over de vorige boeken die ik heb gelezen. Want het was alweer een tijdje geleden. Maar het kwam uiteindelijk toch allemaal wel op zijn plaats. En ik vond het ook, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik wil deze boekenreeks zeker uitlezen. Ondanks dat het wat onvoorspelbaar is verteld, kan ik je niet meer vertellen dan dit. Omdat ik ook niet te veel wil prijsgeven. Maar ik vond het zeker een hele mooie boekenreeks. En ben zeker heel benieuwd nog naar de andere delen uit deze reeks. Dan waren dit de boeken die ik heb gelezen in september. Ja, het waren mooie boeken. Ik vind het ook leuk dat er weer boeken bij zitten waar dus weer meerdere delen van komen waar ik ook echt niet op kan wachten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij misschien al eens een van deze boeken hebt gelezen of dat je het misschien van plan bent. Ja, ik kan heel erg genieten van lezen en ik vind het gewoon heerlijk om echt in een goed verhaal te zitten wat me heel erg meesleept. En dat is voor mij wel een van de hoofdredenen waarom ik een boek heel fijn en goed kan vinden. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar kun je op de rode button drukken en ook even het belletje aanzetten. En dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!